We staan hier op het veld van de voetbalvereniging OVOS boven Molen in Oldebroek, waar dit jaar voor de viermaal de Veluwe Cup wordt gespeeld. En ook wordt deze georganiseerd dit jaar door OVOS. De man die er alles van weet is de voorzitter van de Veluwe Cup, mogen we zeggen, Stan Lelieveld. Stan, welkom. Voor de viermaal de Veluwe Cup. Eventjes kort terug, hoe is het ontsproten? We zijn een jaar of vier geleden als voorzitters van een aantal voetbalverenigingen. DSV, Doornspijk, EEC Elburg, het Harde en OVOS bij elkaar gaan zitten. En hebben gezegd dat wij iets willen organiseren waar ons publiek wat aan heeft. Waar de verenigingen meer aan hebben dan alleen maar een oefenwedstrijdje tegen een nietszeggende tegenstander. En deze opzet garandeert een behoorlijke opkomst aan het publiek. Het geeft derbies, dus de strijd is aanwezig. Het is als begin van het seizoen, als voorbereiding, in onze optiek een ideale stap. Ja, het zit ook mooi in de voorbereiding. Welke ploegen doen er dit jaar mee? Nou, het zijn natuurlijk de bekende. Elburg, het Harde en OVOS. OVOS de organiserende vereniging, zoals je al zei. En als gastvereniging hebben we dit jaar in de vierde editie SV Epe. Ja, daar oud trainer Johan Warmblink. Trainer dus, komt dan weer bij zijn oude club hier terecht. Ja, organisatorisch is het dan aardig snel voor elkaar staan, want ik denk dat je natuurlijk ook met een aantal mensen dit organiseert. Ja, we zitten nog steeds, we hebben een commissie van 7 mensen waarbij iedere vereniging met 2 mensen vertegenwoordigd is. Ik zit er dus als neutrale man en ja, we hebben inderdaad het draaiboek nu wel klaar, dus qua organisatie gaat het vlot. Uiteraard blijven er altijd wel dingetjes waar je flink aan moet trekken en die veranderen moeten. En dit jaar hebben we erg veel moeite om de sponsoring voor elkaar te krijgen. Helaas is de Rabobank als hoofdsponsor afgehaakt, dus daar zijn we nog druk mee doende om daar nog iets van te maken. Ja, dan maak je toch weer reclame voor, Stan. Ja, maar goed, ze hebben ons een grote dienst bewezen de afgelopen 3 jaar, dus wat dat betreft geen kwaad woord erover. Het is jammer dat ze afhaken, maar we gaan driftig op zoek naar een ander. Ja, en ook was het ook wel, de Loco heeft ook al eens €500 gehad in de loe en volgens mij nog een organisatie. Daar kwam toch wel nog weer wat geld uit die sponsoring en daar is het nu dus eigenlijk dit jaar voorbij. Ja, nou, zoals de zaken er nu voor staan, als we het niet nog meer voor elkaar krijgen, dan zijn inderdaad dat soort dingen. En dat betreuren we erg hoor, want we hebben gezegd dat we als doelstelling hebben ook een maatschappelijke. Dus ja. Een goed doel steunen, dat hebben we lokaal gedaan met de omroepen. We hebben dat ook wat verder weg gedaan, we hebben het een keer met Kika gedaan. Ja, we kunnen dat niet handhaven als we geen goede sponsor erbij krijgen. Jullie zijn er nog mee bezig dan? Ja, we zijn er nog mee bezig. Ja, ja. Dus, ja. Ik voel het vorig jaar ook al. En op die vraag gaat het blijft natuurlijk terugkomen. In het begin was Doornspijk er ook. Ja. Zou erbij betrokken worden? Wat daar gebeurd is, gaan we niet over spreken. Maar goede hoop dat DSV er volgend jaar bij is? Ja, we hebben ieder jaar voeren we toch weer gesprekken met ze. Omdat het natuurlijk een ideaal plaatje is om ze erbij te hebben. Het huidige bestuur heeft aangegeven dat ze direct na deze editie met ons om tafel willen. En ze willen graag alsnog aansluiten. Dus ik denk dat vanaf de 5e editie DSV erbij is. Ja. Jullie hebben ook een eigen website, Veluwe Cup. Ja. Die is toch eigenlijk het hele jaar wel een beetje in beweging? Ja, dat is met name dit seizoen gebeurd. Ja. Hij was bedoeld voor uitsluitend de Veluwe Cup. Maar we proberen het een beetje actueel en levend te houden. En we hebben gezegd, van nou, dan gaan we zorgen dat er continu wat berichten komen te staan. Zodat mensen het blijven lezen. Dat geldt ook voor onze Twitter-account. Daar wordt ook volop meegewerkt. Terugkijken op de afgelopen jaren? Ja, overwegend positief. Ja, qua belangstelling heeft het onze verwachtingen bevestigd of overtroffen. Sportief hebben we her en der, zeker met de puntentelling en dergelijke. Hè. We hebben gekozen in de tijd voor de Amsterdam Tournament. De eerste editie was jammer, want daar won 1 ploeg met 9-0 en had gelijk het toernooi gewonnen. Dat hebben we natuurlijk allemaal aangepast. Dus overwegend zijn we zeer tevreden met het opzet van het toernooi. Ja. En waar wil het toernooi eindigen? Of hebben jullie nu de goede mix gevonden? Nou, daar praten we ook altijd over. Hè. Ja. We hebben er nu al voor gekozen om in plaats van 2 zaterdagen een extra speeldag toe te voegen. Dat betekent dat we ook 2 keer door de week gaan spelen. Zodat iedere ploeg tegen de ander uitkomt. Dat was de voorgaande jaren niet zo. Dat levert uiteraard extra publieke belangstelling op. Maar het is ook eerlijk ten opzichte van alle ploegen om een juiste rangschikking te bereiken. Uiteindelijk zouden we graag willen dat DSV, maar ook VSO erbij komt. Hè? Dat we echt een toernooi met 6 teams bijvoorbeeld hebben. Wat eigenlijk al uitsluitend derby's zijn, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Het is nu eigenlijk al het grootste toernooi in deze omtrek qua publieke belangstelling. Ja, als we daar nog in kunnen groeien, heel graag. Ja, dan gooi ik de ballen een beetje verder op. Dan zou je WRC nog uit kunnen nodigen. Dan komt bij STB in afval. En de Novelle Boys gaan aan de bak. Dus ja,
Je zou een heel groot toernooi kunnen maken, ja, dan? In principe wel, ja goed. Je zit natuurlijk een klein beetje met de moeilijkheid dat je qua speelsterkte wel... Ja. Min of meer gelijkwaardig wilt zijn, hè, zodat het wel een leuk toernooi blijft. Op het moment dat WAC meedoet, dan is de kans groot dat ze daar met kop en schouders bovenuit steken. Hoewel we dit jaar natuurlijk iets anders gezien hebben. Ja. Maar ja, goed, het zou mooi zijn met WAC en Nunspeet bijvoorbeeld. Dat, ja, prima, ja. Laat maar komen. Stam had het over de deelnemende ploegen, maar hoe ziet het schema eruit voor deze vierde editie van de Veluwe Cup? Het wordt nu verspreid over een anderhalve week. We beginnen op een doordeweekse avond, de dinsdag de 13e. Dan opent OWIOS het toernooi tegen de SV Epen. De dag daarna speelt is de eerste derby. Dan spelen het Harde en Elburg tegen elkaar. Beide wedstrijden beginnen om 19:30. Dan wordt op de eerste zaterdag eerst gespeeld OWIOS tegen Elburg. Daarna om 3:00 speelt het Harde tegen Epen. En de afsluitende zaterdag, dat is de 24e, dan speelt eerst... OWIOS tegen het Harde en als afsluiter Epen tegen Elburg. Ziet er schitterend uit. Toegang? Vrij? Nee, iedere bezoeker die zal een passepartout kunnen kopen voor alle dagen. We hebben afgesproken, dat hebben we vanaf het begin af aan gedaan, dat iedere bezoeker, ook van de organiserende vereniging, betaalt entree. Maar goed, daar krijgen ze hele leuke wedstrijden voor terug. Goed, Stan bedankt en succes hebben de vierde editie van de Veluwe Cup. Dankjewel Henk en dat gaat helemaal goed komen denk ik.